Hi, we zijn vandaag op basisschool Het Vogelnest in Amsterdam-Noord. En je denkt natuurlijk, wat zit ze nou naar de grond te staren? Maar het gaat vandaag over de grond onder Amsterdam. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er allemaal in de bodem zit. Als gast hebben we trouwens vandaag een heier. En dat heeft ook iets met bodem te maken, maar wat precies, dat weet ik niet echt. En stel dat je nou een gat zou graven, hè? Wat zou je dan allemaal tegenkomen? En als je nou helemaal doorgraaft, helemaal door de aarde heen, waar kom je dan terecht? Dat ga ik tot op de bodem uitzoeken. Hallo, ik ben Hanna en ik ben 12 jaar en ik zit in het vogelnest. Op het vogelnest. Hallo, ik ben Ikram, ik ben 12 jaar, ik zit op het vogelnest. En het vogelnest is een openbare basisschool. Ik ben Mohamed, ik ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 en ik ben de eerste camera van AT5. Ik ben Ismail en ik ben 12 jaar. Ik zit op het vogelnest en ik ben de reservecamera van AT5. Foto's van een fotoproject was van vorig jaar en van groep 7 klasse. En ja, en dat waren wij. En we kregen opdrachten. De buurt, zoals je ziet. En hier al gaat het een beetje over vrienden. Bij deze deel gaat het meer om de culturen. Zoals je hier ziet, gaat het over een beeldje. Over een, Koran. Hallo, je bent de conciërge, toch? Ja, jawel, meid. Op geen enkele school vind je zo'n conciërge. Nee. Ja, dat is waar, hoor. Dat is echt waar. Hier op school, we zijn heel ver, we staan met alle klassen hebben eigen regels. En nu, ja, dit zijn de schoolregels, daar moet iedereen aan houden hier. Als de regels er niet waren, wat voor sfeer zat er in de klas? Dan denk ik dat het niet goed zou gaan in de klas. Dan denk ik dat er heel veel gevochten zou worden misschien, dat soort dingen, ik weet het niet precies. Welke regel vind jij het leukst? Fouten maken mag, vind ik heel goed, want als je fouten maakt, dan is het niet leuk dat iemand anders je uit gaat lachen. Directeur, meester, wat vindt u ervan als er regels worden gebroken door leerlingen? Als leerlingen zich niet aan de regels houden. Ja, wat ik het liefst zou doen is dat ik ze gewoon de hele dag zou opsluiten in de kast. Regels van het vogelnest. Regels wordt niet zomaar bedacht, alleen voor een serieuze klacht. Het regels van onze basisschool is verzonnen door ouders, leerlingen en leraren. Zullen ze ons nu sparen? De regels zijn hartstikke goed, want nu gedragen alle kinderen zich zoet. Niet meer schelden en slaan, want nu zijn we allemaal braaf. Natuurlijk vindt de hoofdmeester dat gaaf, want nu op het vogelnest gebruiken wij geen straf meer. Dat hebben we zeer te danken aan Geert-Jan Nelson, onze heer. En denk er ook aan, regels zijn voor ons net zegens. Wat we gewoon dan doen, is dat je in ieder geval een klein zaklampje erbij krijgt. IJzer en nikkel, binnenlaag, buitenlaag. Wow, moet je kijken wat ik allemaal heb gevonden. Ik ben er dus achter gekomen dat de bodem overal op de aarde weer helemaal anders is. En de bodem onder Amsterdam bijvoorbeeld is heel erg zacht. Het is wel raar dat er een zo'n grote stad als Amsterdam op zo'n zachte bodem kan staan. Vind je niet? Amsterdam is eigenlijk grotendeels op veengrond gebouwd. En veen is een merkwaardige substantie die eigenlijk is opgebouwd of samengesteld uit plantenmateriaal. Maar het is ook heel erg zacht. Je kunt het hier een beetje om je heen zien. We staan hier bij Amsterdam-Noord en we kijken op een gebied wat waterland heet. Ja, het is nu bevroren hier. Maar als je op veengrond loopt, dan voel je het als het ware een beetje deinen. Het is zacht. Deze paal die hier staat, die laat nou heel goed zien hoeveel dat veen is gezakt in die loop van de tijd, in die 1000 jaar. Moet je kijken. Daar bovenop die paal, en die zat 5 meter boven waar wij hier staan, dat was het oppervlak waar planten stonden, waar mensen of beesten liepen voordat het veen ging zakken. Want dat is 5 meter gezakt tot dit niveau. Veen is een aardlaag die bestaat uit geheel of niet geheel verteerde of verkoold plantenmateriaal. En misschien is het best als ik het je even laat zien hoe dat er nou precies uitziet.
onkruidige spul. Je ziet het glimmen van blaadjes. Dat zijn blaadjes van riet geweest die je ziet. Zie je? Stengeltjes, worteltjes, blaadjes, takjes, zaadjes, etc. Dit is veen. Want als je nou dieper gaat, je ziet eronder dat slaffe veen zit een zeeklei. Daar kun je ook beter niet op staan, want het is ook niet draagkrachtig. Daar zak je ook in weg. Ik zal je de opbouw van de ondergrond van Amsterdam laten zien aan de hand van een boring. Dit is het veen waar wij net in geboord hebben. En dat is 1,5 meter dik ongeveer. En onder dat veen, deze kleur, dat is de zeeklei. En die gaat door tot zo'n 10 meter diepte. Voordat het veen kwam, was er zee. Dan komt er hier, dat donker, weer een beetje veen. En daaronder kon zand en dat is stabiel. Je kunt dus niet zomaar een stad bouwen op die slappe ondergrond. En dat kun je aan dit huis heel mooi zien. We staan hier in Amsterdam en kijk, het huis is aan het verzakken. Door die slappe ondergrond zie je dat een plek van dat huis naar beneden komt. En om dat te voorkomen moet je een huis dus funderen. Je moet er palen onder zetten die tot op die zandgrond, die zandlaag in ondergrond komen. Je hebt dus palen nodig die 10 tot 12 meter lang zijn ongeveer. En dat in de grond slaan van die palen noemen we heien. Met dat funderen, dat palen in de grond slaan, moet je dat zandoppervlak raken. En ik zeg dan wel dat dat zo op 10, 12 meter beneden zeeniveau zit. Maar dat is niet overal even diep, niet even vlak. Er zijn plekken waar dat zand gewoon dieper zit. En als je dat niet weet, dan stet je een paal van 12 meter in de grond. En je veronderstelt dat hij het zand raakt. Maar er zit misschien nog wel 2 of 3 of 4 meter klei onder. Na een aantal jaren, door de druk van al die stenen dat gebeurt, gaat die paal die niet goed gefundeerd is, gaat zakken. Heel langzaam, maar geleidelijk gaat hij naar beneden. En dat huis wat erop staat, gaat mee, dat gaat scheef staan. Wat het dus wil zeggen is dat als je een huis bouwt, en het is nog steeds zo, of het een groot huis of een klein huis is, moet je altijd onderzoek doen om te kijken of dat vlak waarop je fundeert, op wat voor diepte dat ligt. En dat die palen dus de juiste lengte hebben. Dus de paal moet lang genoeg zijn, dan kan het voor honderden jaren, geeft dat geen problemen. Er zijn oude gebouwen die nog steeds overeind staan. Hier achter me is zo'n oud gebouw. Dit is het stadhuis, tegenwoordig het paleis van Amsterdam. Het is meer dan 300 jaar geleden gebouwd. In die tijd ook het grootste gebouw wat neergezet is. En daar had je heel veel palen voor nodig. Meer dan 13.000 palen dragen dit gebouw. Amsterdam wordt dus eigenlijk overeind gehouden en gedragen door de palen in de bodem. Want zonder palen was de stad niks. Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen. En als die stad eens omviel, wie zou dat dan betalen? Nou, het antwoord op de prijsvraag is in het filmpje wel duidelijk geworden. De grondsoort die onder Amsterdam ligt, heet veenbodem. Het goede antwoord was dus B. Gefeliciteerd, je hebt 2 kaartjes gewonnen voor Artis. Nou, en straks, na het nieuws, worden er weer lastige vragen afgevuurd op onze gast. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen vandaag naar de stembus. Er wordt gekozen voor een nieuwe Tweede Kamer. De lijsttrekkers van de politieke partijen hebben al wekenlang gepraat over hun ideeën. Ze vertelden wat zij vinden dat er met het land moet gebeuren. Na de verkiezingen gaan de politieke partijen bepalen wie er in de regering komt. Daarin zitten de ministers die ons land besturen. Meestal zijn het de grootste politieke partijen die de regering vormen. Kinderen van groep 8 van basisschool De Burgt hebben al veel over de verkiezingen gepraat. Onderwerpen als veiligheid en onderwijs vinden ze heel belangrijk. Voor de wethouder van onderwijs hebben ze een paar vragen bedacht. Meneer Oudkerk, op wie zou u stemmen? Ik ga Wouter Bos stemmen van de Partij van de Arbeid. Waarom moet je eigenlijk gaan stemmen? Ik vind dat je 1 keer in de zoveel jaar... We hebben nu wel heel veel verkiezingen achter elkaar, dus liever 1 keer in de zoveel jaar. Duidelijk moet maken hoe jij denkt als burger, als individu, hoe de maatschappij eruit zou moeten zien. En ik vind dat als je je stem niet laat horen, dat je eigenlijk geen recht van spreken hebt over hoe je vindt dat het hier allemaal moet gaan in Nederland. Wat is
het verschil tussen landelijke politiek en gemeenteraadspolitiek? De landelijke politiek houdt zich bezig met allerlei wetten en regels die weer van belang zijn om in de gemeentelijke politiek allemaal dingen te kunnen uitvoeren. Meneer Oudkerk, waarom geeft u niet meer geld uit aan de scholen? Want bij ons kunnen de wc's nog ineens op slot. Nou ja, zo'n slootje dat kost niks hoor. En ik wil ze er ook persoonlijk nog wel op komen zetten. Maar bij de heb je ze voor 40 eurocent. Dus dat is het punt niet. Maar laten die wc's schoon zijn. Dat is belangrijk. Dat we te weinig geld aan het onderwijs uitgeven. We is in dit geval het Rijk. Dat is absoluut waar. Daar moet meer geld naartoe. Maar iedereen denkt altijd dat komt van de wethouder onderwijs. Maar dat is helemaal niet waar. Ik heb helemaal niks. Ja, ik heb wel wat geld bij me, maar dat is gewoon mijn privégeld. Ik ben, als je het heel lelijk zou zeggen, een doorgeefluik van het geld wat de staat ter beschikking stelt. We doen daar nog een heel klein beetje bij. Maar zonder het geld van het Rijk kunnen we niet alleen de wc's niet schoonhouden, kunnen we ook geen mooie nieuwe gebouwen neerzetten. Maar we hebben nu wel een heleboel geld de komende jaren om dat te realiseren. Wethouder Oudkerk zit bij dezelfde partij als burgemeester Cohen. De Partij van de Arbeid. Als de PvdA de verkiezingen wint, wordt hij de nieuwe minister-president. Dat werd in een persconferentie bekendgemaakt. En hoewel ik om tal van redenen liever burgemeester van Amsterdam blijf... Job Cohen is nu 2 jaar burgemeester. Hij heeft al veel meegemaakt. Zo sloot hij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima en ging hij na 11 september praten met mensen in de moskee. Het kan dus zijn dat Amsterdam straks zonder burgemeester zit. Wat zou jij nou doen als jij 1 dagje of 4 jaar minister-president was? Ik zou meer geld geven aan het onderwijs. Ik zou het veiliger maken op straat, meer doen aan de drugshandelaar dingen en meer leraren op scholen en ook meer artsen. Verder zou ik voor onderwijs heel veel geld nog besteden aan computers in de klas. Als ik minister-president zou zijn, zou ik meer speeltuinen voor kleine kinderen doen in de binnenstad. En geen lange wachttijden als je geopereerd moet worden. En ja, dat was het. Ik ga even op internet opzoeken wat je allemaal tegen zou komen als je nog veel dieper zou graven. Hoi. Hoi. Mag ik even op die computer? Wat zit hier eigenlijk te doen? Zoek iets over haaien op het internet. Oh ja, er komt een haaier, dat is waar. Weet jullie wat dat is? Nou, hier staat het. Haaien is iets dat je met palen in de grond slaat. Iemand die palen in de grond slaat? Ja. Oké. En hoe weet je dan wat je aan zo'n haaier moet vragen? Omdat je ook hier tekstjes hebt, dan kun je vragen eruit halen. Ja, interessant. En deze site gaat over de geschiedenis van haaien. Ja. En wat voor vraag zou je daarover kunnen bedenken dan? Bijvoorbeeld of haaien hetzelfde wordt gedaan als vroeger. Oh ja. Nou, ik ben benieuwd. Piet Sterkenburg is haaier. Al 35 jaar slaat hij palen in de grond. Piet is getrouwd en heeft 2 zoons en een papegaai die heet Gerrit. Gerrit eet kippenpootjes met patat. Als Piet niet aan het heien is, vind je hem op de golfbaan. Piet, dit is geen golfspelletje. 3, 2, 1. Hoe slaat u de palen de grond in? Met een heimachine. En wat is het? Een heimachine, nou, dat is een machine op rupsen. Daar moet door het zand zagen voor kunnen bewegen. Er hangt een haaiblok aan van 2000 kilo. En dat tilt hij op en dat laat hij vallen op de paal. De harde zak de paal. Wat? Rupsen, heeft hij gezegd. Ja, dat is een ijzeren ring. Die net als wielen van een auto, maar dan zit er een ijzeren ring omheen. Hoeveel palen heeft u al in de grond geslagen? Met het systeem wat ik doe, sla je ongeveer 3 palen per dag. Dus dat is 15 in de week, zeg maar. En 40 weken in een jaar werk je. En wordt u er moe van? Ik word er niet moe van. Nou. Vroeger wel, maar nu gaat alles machinaal. Dus nu word je er niet meer moe van. Hoe lang is de langste paal die dat u in het grond heeft geslagen? 33 meter. Dat was in Rotterdam. Hoe diep gaan de palen de grond in? Hier in Amsterdam?
Voor gewoon voor de bouw, voor woningen? Gewoon voor woningen. Voor woningen ongeveer 13 meter. En als het een gebouw is zeg maar, met 3-4 verdiepingen, dan gaan ze naar 20, 23 meter. Okay. Hoe worden zulke palen vervoerd? Die, nou ja, die heb je misschien wel eens gezien, van die hele grote trailers. Grote vrachtwagens. Dan worden ze op vervoerd. Ben je hiervoor naar school geweest? Ik ben er niet voor naar school geweest. Tegenwoordig is dat wel. Heeft u wel op school gezeten? Ja, ik heb wel op school gezeten. Uh-huh. Maar niet echt voor de machinistendiploma. Machinisten? Ja. Bent u een machinist? U bent toch een Ja, haaier? Als je op een ijsteller zit, dan noemen ze ook een machinist. Uh-huh. En dan moet je nu wel een diploma voor hebben. Uh-huh. En bent u wel sterk? Ik was vroeger wel sterk. Maar nu, als je wat ouder wordt, ben ik niet zo sterk meer als vroeger. Bent u wel eens ziek geworden door het werk? Nee. Bloed of zo? Ooit? Nee, ik heb nooit een ongeluk gehad. Hoe komt u aan deze werk? Aan dit werk kom ik gewoon door een advertentie uit de krant vroeger. Okay. Waarom heeft u per se deze werk uitgekozen? Nou, ik vond het... Dus gewoon buiten werken vind ik leuk. Kijk, en het ei op zichzelf. Dus gewoon, je bent de hele dag met machines bezig. Hoeveel verdien je eigenlijk? Hoeveel ik verdien? Dat gooit jij niks in. He? Ook al, ik vraag het. Ja. Maar ik wil graag antwoord. Ik geef toch antwoord. In welke buurt werkt u nu? Ik werk op het ogenblik in Amsterdam. Okay. Ferdinand Bolstraat. Waar? De pijp Ferdinand Bolstraat. Oh. Werd er vroeger ook geheid? Vroeger werd er ook geheid, ja. Alleen toen gingen de palen gewoon veel minder diep. En toen deed ze het met de hand. Dus toen kregen ze ze niet zo diep. Heeft u het vroeger ook geheid? Met de hand? Ja, niet echt met de hand, maar wel vrij primitief, ja. 30 jaar geleden, ja. Hoe lang werkt u al? Hoe lang werkt u? In de eierij? 37 jaar. En hoeveel uur? Nou, per dag? Rond de 11 uur per dag. Met reizen mee, ja. Ja. Dus als ik in Amsterdam zit, dan reis je minder. Maar als ik in Maastricht zit, dan reis je meer natuurlijk. Tot wanneer denkt u dat u ermee gaat ophouden? Ik hoop nog 6 jaar. Nog 6 jaar? Ja. Waarom wordt er geheim? Nou ja, een gebouw, dat weet je, dat is uit stenen gebouwd. En er zit een dak op van hout, dus dat heeft een bepaald gewicht. En als de grond slap is, zou het gebouw gewoon wegzakken. En in die grond zitten harde lagen en daar gaan de palen naartoe. Dus in Amsterdam zit op 13 meter een harde laag, daar zet je die paal op. En daar staat het gebouw op. Dus als je bijvoorbeeld 13 meter grond weg zou graven, dan blijft het gebouw even goed staan. Het staat op die palen. Stop, de tijd is om. En dan nu het cijfer. Volgens deskundig oordeel van de jury heeft Piet Sterkenburg een 7,5. Nou, ik ben erachter hoor. Als ik nou een gat ga graven vanuit Amsterdam hier, dan kom ik langs al die lage gesteenten. Even kijken hoor, dan kom ik uiteindelijk uit in Nieuw-Zeeland. Dat is jammer. Ik had zo graag in China willen uitkomen. Want volgende week gaat het namelijk over Chinees Nieuwjaar. Nou ja. Wist je trouwens dat de Chinezen een hele andere kalender hebben dan wij? Volgens de Chinezen heeft ieder jaar zijn eigen sterrenbeeld. En zo'n sterrenbeeld is altijd een dier. Welk dier is het sterrenbeeld voor het jaar 2003? Is dat? Aap, ram, draak. Tot volgende week. Ik ga graven. Kijk hoe ver ik kom. Als ik nou in een bochtje graaf, dan kom ik misschien toch nog wel in China uit. Dat zou mooi zijn. Ja, wat zijn wij aan het doen? Oké, nou, kom maar mee. Auw! Potverdorie. Tjongejonge! Loop. Basta. Vanaf nu iedere schooldag om 10 uur en natuurlijk ook op vrijdag om 2 uur en zaterdagavond om 7 uur. Kijken dus!